Wil die hoogte, denk je? Dan ga ik er een afhalen, hoor. Appels, appels en nog eens appels. 4000 kilo om precies te zijn. Allemaal voor de voedselbanken in Noord-Nederland. Ja. Het gaat allemaal net, joh. Ja, dat is natuurlijk super, hè? Geweldig. Ik bedoel, ja. Je hebt toch een bestemming. Het krijgt een bestemming. Voor de mensen die het wat minder hebben als wij. Niet alles kan in de opslag bewaard worden. Dus nou ja, dan is de keuze of laten hangen of aan anderen geven. Gerrit en Cornelia kiezen voor de laatste optie. De appels zijn afgelopen vrijdag geplukt. Wat voor appels zijn het? Lekkere Elstar voornamelijk. Ja. Lekkere? Ja, lekkere, echt lekkere Elstar. Ja, Elstar is gewoon lekker. Iedereen, meeste mensen vinden dat nog steeds de lekkerste appel. De appels mogen weg omdat er genoeg andere appels zijn om te verkopen. Maar ook het geloof speelt een rol. Nou, er zit ook een beetje een Bijbels opdracht in dat je de randen van je veld niet helemaal mag oosten. Dat is een beetje het principe van, nou, je moet niet alles voor jezelf houden. Je hebt ook wat voor een ander nodig. En wat je over hebt, dat kun je gewoon uitdelen. Daar zijn we wel heel erg blij mee. Ja, daar zijn we ook dankbaar voor dat we dit kunnen doen. Sluit je, dan zenden we zo'n apparaat.